Myologische encephalomeolytes, soms het chronisch vermoeidheidssyndroom of MECVS genoemd, is een ernstige, langdurige ziekte die zwaar invaliderend kan zijn. Het is niet voortdurend moe zijn. De patiënten hebben een energiebeperking die hun activiteiten drastisch vermindert. Het kernsymptoom wordt post malaise genoemd. Wat betekent dat, als patiënten beschikbare energie overschrijden, ze een verslechtering van symptomen ervaren en achteruitgang van hun fysiek functioneren. Doorgaans ongeveer 12 tot 48 uur na de activiteit. Patiënten benoemen dit vaak als een crash, die in gang kan worden gezet door een fysieke, cognitieve of emotionele activiteit, en die dagen of zelfs weken kan duren, en die soms leidt tot een terugval en verdere invaliditeit. Activiteiten moeten zorgvuldig gepland worden om te vermijden dat de aandoening erger wordt. De Engelse NICE-richtlijn vereist de volgende symptomen voor een diagnose: post malaise, invaliderende vermoeidheid. Niet herstellende slaap en cognitieve moeilijkheden. Patiënten kunnen ook een breed scala aan andere symptomen hebben, waaronder pijn, griepachtige symptomen, overgevoeligheid voor licht en geluid, zenuw- en spierproblemen, overgevoeligheid voor temperatuur, voedselintoleranties en vele andere symptomen. Vele patiënten hebben ook orthostatische intolerantie, wat betekent dat ze last hebben om rechtop te staan of zitten. Dit kan heel belastend zijn waarbij sommige patiënten dit maar enkele minuten na elkaar aan kunnen. De afgelopen decennia werd de patiënten graduele oefentherapie en cognitieve gedragstherapie aanbevolen. De laatste jaren hebben echter een aantal vooraanstaande gezondheidsinstanties deze behandeling ingetrokken, omdat de onderzoeken gebreken vertoonden en omdat patiënten rapporteerden dat ze schade veroorzaakten. Vele patiënten die voordien konden lopen, belanden in een rolstoel of raakten aan bed gebonden. In 2021 publiceerde NICE een nieuwe richtlijn. Ze concludeerden dat er geen effectieve behandelingen waren voor MECVS en ze gaven de patiënten de aanbeveling binnen energielimieten te blijven en de activiteiten zorgvuldig aan te passen.